kan niet alleen wereldkampioen worden. Ik heb jongens nodig om mij. Snap je? En hier is het perfect. Start hem op! Je kunt voorstellen als je hier 14 A-klasses hebt lopen, dat dat op het scherpst van de snede gaat. En die jongens trainen allemaal hard en ze hebben een goed niveau. Kom, staan! Stappen! Je moet hier gewoon strijd leveren, je moet elke dag aan de bak. Door plezier te geven in de lessen, kunnen we veel meer gaan spelen met het spelletje sparren. Voor ieder die hier binnenkomt, moet het makkelijk zijn om in te stappen om te gaan kickboksen. Dus de sfeer is daarvoor belangrijk. Op een ethische manier omgaan met mensen maakt het verschil. Als mensen er veel meer plezier in krijgen, dan wordt het spelletje kickboksen veel leuker. Klaar! 1! 2! 3! 4! En nu de laatste 5. 5! 6! 7! 8! Het is een totale workout voor je hele body. En het blijkt ook terug aan alle recreantenlessen dat iedereen gewoon met een glimlach naar huis gaat. Als je kijkt wereldwijd hoe ze in zo'n korte tijd naam hebben gemaakt, nou, dat zegt genoeg over de kwaliteit van de trainingen. Они все знают это на высшем уровне. Danny en Daan zijn gewoon familie. Ja, Danny is eigenlijk meer dan een trainer voor mij. Eigenlijk een soort vader voor mij. Ik zou bijna zeggen wel een broersrelatie als het ware. Zodra ik de deur binnenstap, dan gaat zoveel valt van me af. Het is gewoon een jungle hier zo, weet je. Dus als je een gaatje laat vallen, dan wordt het afgestraft. Zonder dat je denkt dat je de allerbeste en allergrootste bent, maar gewoon bescheiden bent in je overtuiging dat je passie de juiste is. Ja, ik denk dat dat mensen aantrekt. If you fuck with the family, if you fuck with me, you fuck with the family.